En na het feestelijke programma ter gelegenheid van prinses Juliana's 75ste verjaardag ziet u verder vanavond op onze vaste zaterdagavond Falcon Crest, Tros Actua in de regio en Harte 2. Rond 11:55 vannacht brengt de Tros een extra ingelaste documentaire over de deze week overleden orkestleider Count Basie. Dat ziet u dus bij de Tros na het nieuws en dan krijgt u nu het weer voor de komende dagen van Jan Pelleboer. Dit is de derde zaterdag van april met volop zonnig weer. Nou, dan hebben we niet te klagen. En u zal het straks zien, ook voor de zondag ziet het er goed uit. Ik wil even aandacht besteden aan 30 april. Koninginnedag wordt dan weer gevierd. De koudste 30 april in deze eeuw was die van 1945. Westelijk Nederland was toen nog bezet door de Duitse troepen. Wij konden in een klein deel van het land de verjaardag van Juliana vieren. De waarnemingsposten Den Helder en Vlissingen, zoals u in het jaarboek van het KNMI ziet, waren door oorlogsomstandigheden gesloten in die periode. Maar toch laat ik u even de temperaturen zien van Groningen en Winterswijk op 30 april 1945, toen er 's morgens natte sneeuw viel. U ziet het, de temperaturen kwamen niet verder dan rond de 6 graden. Nou, dan zitten we er maandag heel wat beter bij. Dat zal u straks zien met de computerkaart voor maandag. We hebben hier de verwachting voor zondag. Nou, u ziet het al. Opnieuw volop zonnig weer. Een noordoostenwind voldoende voor de watersport. Windkracht 3 tot 4, af en toe een windstootje van kracht 5. In het noordelijke gebied 13, 15 graden. Het wordt iets warmer overdag. Maar de nachten zijn nog koud. In het oostelijke deel van Nederland is nog steeds nachtvorst mogelijk. Koud is het zeewater voor onze kust. 8 graden. Men moet dus wel voorzichtig zijn wanneer men zich in het water wil begeven. In zuidelijk Nederland stijgt die temperatuur geleidelijk weer naar 14 à 16 graden. En dat belooft een mooi slot te worden van deze aprilmaand. Nu gaan we naar de kaart voor maandag. Hier hebben we de computerverwachting voor maandag. U ziet het, nog steeds een krachtig hoge drukcentrum met een noordoostelijke stroming. In Oost-Europa is het te koud. Daar viel zaterdagmorgen natte sneeuw in Oost-Duitsland en in Polen bij overdag 4 graden. Verder naar het westen stijgt die temperatuur geleidelijk. Het warmst is het in het zuidwesten van Frankrijk, 25 graden. Een zwak front daar aanwezig komt wel iets naderbij, maar zal ons maandag niet bereiken. Dat betekent bij dit weergebeuren Koninginnedag met veel zon en dus heel gunstig voor alle buitengebeurtenissen.